Deze week in Cultuur gaan we langs bij Tom Dubelaar. Hij is een kunstenaar die van origine werkt met glas en lood, maar nu zijn interesse in metaal heeft gevonden. Daarnaast treden we het jongste museum van Tilburg binnen, het Kessels Museum. We luisteren aandachtig naar de Tilburgse muziekgeschiedenis. Leuk dat je kijkt naar Cultuur. Kunstenaar Tom Dubelaar heeft onlangs zijn kunstwerk voor het Kessels Museum in het Spoorpark onthuld. Als we in zijn atelier binnenstappen, horen we hoe hij via verschillende lagen en technieken dit kunstwerk heeft gemaakt. Begonnen vanuit glas en lood, brandschilderen. En langzaam ook naar wat andere materialen. En dan ligt voor mij de nadruk op gebruikte materialen. Het is misschien ook wel een beetje een hype, hè? Dat is hot tegenwoordig, gebruikte materialen. Maar ja, ik doe dat toch ook wel een tijdje. En ik moet zeggen, het kan ook gewoon boeiend zijn. Juist dat ze, dus niet zozeer omdat het moet, omdat het hip is, maar omdat voorwerpen gewoon echt nog een geschiedenis hebben. Glas natuurlijk heeft ook zijn geschiedenis. Ik moest wat ramen in een klooster restaureren en daar waren vele tinten bruin voor. En ja, dan moet je vrij specifiek moet je gaan snijden en je haalt allerlei stukjes bruin hou je over. Dus dan is het leuk als je niet meer als glas in lood, maar gewoon als daar ook weer stukjes geschiedenis gewoon in een soort compositie brengt en dan dat weer gaat stapelen. Dus dat zat er toen al een beetje in en ik heb dat nu steeds meer met steeds andere materialen ook, metaal, hout. Je kan zo spelen met de geschiedenis van de materialen waar je mee bezig bent, dat er steeds weer verrassende dingen kunnen ontstaan. En dat vind ik toch wel erg leuk, ja. Iemand wilde een naambord voor zijn huis en het was een muzikant en er waren wat stukjes van de instrumenten waar hij mee gespeeld had, waren er over. Dus dat heb ik toen in een compositie gemaakt en daar heb ik zijn naam ook in verwerkt. En nou heeft hij dus een uithangbord voor zijn huis. Toen anderen dat zagen, toen is daaruit ook een beetje het idee gekomen van kan je voor Kessels in het park misschien nog eens een keer wat maken. Daar stond dus ooit die fabriek en niemand ziet het nog. Maar het zou zo mooi zijn om daar toch nog iets eventjes achter te laten waar mensen even bij stil kunnen staan. En dan weer te zien van, oh ja, dat was Kessels en oh ja, dat was Marietje. En een beetje te prikkelen van, ja, dit is toch een Kessels, een man geweest die in Tilburg eigenlijk wel veel betekend heeft. Het zijn eigenlijk drie lagen. De achtergrond is een oude foto van de fabriek met de mensen die daar werken. En je ziet daar de productielijnen en je ziet de instrumenten hangen. En dan de tweede laag is een contourtekening van de fabriek zelf. En het woonhuis van Kessels dat daarnaast stond. En daar overheen heb ik composities gemaakt van instrumenten en stukjes instrumenten. En ook twee portretten dus van respectievelijk Marietje en van Mathieu Kessels. Dat geheel is in kaders gegoten met een epoxyhars. Eigenlijk moet je gewoon even gaan kijken, dan zie je het vanzelf wel. Thank you.
dingen hebben een verleden. De manier waarop je daar iets van maakt, dat wordt bepaald door jouw eigen geschiedenis ook. Je hebt dingen als inspiratie, intuïtie. Dat zijn allemaal dingen die niet in het rationele zitten, maar die eerder voortkomen uit de geschiedenis, uit je ervaring, uit dingen waar je eigenlijk niet zo bewust van bent. Als je mensen wil helpen met dingen die ja, echt van binnen spelen, dan kan je gebruik maken van de manier waarop nou ja, sommige kunstenaars ook werken. Van luister wat er binnenin je zit. En dat hoeft dan niet echt iets bewust te zijn zo van ik weet het allemaal en dus moet het er zo uitzien. Maar dan kan een verhaal naar boven komen waar je toch dingen uit kan leren en kan zien. Ik denk dat kunsten een best wel een grote plek verdient in de maatschappij. En dan niet zozeer met je koptelefoontje naar het volgende Rembrandt en dan weten van hier moet ik een foto maken en de drie zinnetjes horen en dan naar de volgende. Maar gewoon zelf gaan zitten en een stukje klei of een aantal foto's uit een tijdschrift of wat dan ook en laat het maar eens even stromen. En voel dan zelf dat er meer is dan alles wat je absoluut gedefinieerd hebt. Ja, laat dingen maar eens ontstaan, ja. En dat is, ja, ik vind dat toch wel een belangrijke, ja. We zitten in een digitaal tijdperk van vele zekerheden. Maar in de toekomst zal blijken dat dat allemaal toch wel vrij relatief is. Dus kijk ook eens naar dingen die daar buiten vallen. Muziek verbindt, wordt altijd gezegd en zeker in het Kessels Museum. De Tilburgse geschiedenis van muziek wordt hier op interactieve manier uitgelegd. We nemen eens een kijkje binnen. Het Kesselmuseum staat primair voor het bewaken van het culturele erfgoed uit de tijd van de muziekindustrie in Tilburg door Mathieu Kessels. Dus dan praat je over eind 1890, 1930. Er zijn hier ontzettend veel muziekinstrumenten gemaakt en heel veel mensen weten dat niet. Dus wij primair bewaken dus dat culturele erfgoed. Maar vooral, we brengen vooral door middel van muziek, brengen we de mensen weer in contact met muziek, met de muziekindustrie, het maakproces enzovoorts. Jong en oud, moet opletten tegenwoordig wat natuurlijk oud is. Maar in elk geval, de ouderen die vinden ons wel. Die vinden het gewoon leuk om dat verhaal te horen wat zich hier vroeger afgespeeld heeft. Van, men weet het vaak niet, maar dat je Kesselsverhaal kent men wel. Maar het muziekverleden kent men heel vaak niet. Maar de jeugd, daar willen we vooral op mikken om de kinderen toch belangstellend te maken voor muziek. Wij koesteren ook het vak van het vervaardigen van muziekinstrumenten. Of het nu strijkinstrumenten zijn, of blaasinstrumenten, koper of hout, of zelfs slagwerk. Bezoekers vinden het ontzettend interessant om onze vrijwilligers, want dat is een heel belangrijk aspect van ons museum, dat onze vrijwilligers hier bezig zijn gedurende de openingstijden met het repareren, restaureren, herstellen van muziekinstrumenten. Hier hebben we een helemaal uitgewerkte viool, helemaal uit elkaar gehaald met allerlei onderdelen. En een van de onderdelen die erin staat is een stapel. En dat is een houtje wat een verbinding maakt met het bovenste blad en het onderste blad om het geluid ook door te geven. En dat was een lastig ding om te plaatsen. En men denkt en zegt dat daar het woordje stapelgek vandaan komt. In 1884, ik gooi me wat jaartallen over de bühne, is hier Jos Kessels is hier aangetrokken als dirigent.
En die heeft tegen zijn broer gezegd, Mathieu Kessels, jij moet hier naar Tilburg komen. Hier is gewoon meer handel voor ons te halen. Dus het leuke is, het is in dit gebouw begonnen. Dat is één. Maar het huis van muziek, dat impliceert dat er dus muziek wordt gemaakt. Nou, door de nieuwe Kolk Harmonie. De nieuwe horeca, met de naam De Harmonie. Nieuw bloed, nieuw elan erin. En last but not least, ons museum. Het Muziekinstrument en Maak Museum van Kessels. En dat bij elkaar geeft de naam Huis van Muziek. Ik vind het leuke van dit gebouw, daar hebben die mannen elkaar zeker weten ontmoet. Die hebben hier een borrel gepakt, die hebben hier sigaar gerookt, stel ik me zo voor. Die hebben hier gesproken over de mogelijkheden, want het was een muziekuitgeverij van hun tweeën, van de beide broers Kessels. Die hebben hier gewoon gesproken, stel ik mij zo voor, van hoe kunnen we hier nou onze drukkerij opzetten. En vanuit die drukkerij is gaandeweg is dus ontstaan onderhoud van muziekinstrumenten en vervolgens ook het vervaren van muziekinstrumenten. En zo is dus die hele industrie is ontstaan, maar de bron ligt hier. Hier is het gebeurd en dat vind ik heel bijzonder. We kunnen daar eigenlijk zien, hier op deze foto ook, dat er een bepaald productieproces was. En om het instrument te maken, want iemand kon goed buigen en de ander kon goed poetsen en de ander kon goed forceren om het in het goede, met de goede vorm te krijgen. En dat werd dan na elkaar steeds gedaan en op het einde was het instrument dan klaar. En dan werd het gekeurd door de meester en die liet ook een meesterteken achter, zodat je wist wie heeft het gemaakt. Het Kids Muzieklab dat is nog in ontwikkeling. Dat is een heel duidelijke, we maken heel duidelijk op de doelgroep jonge kinderen. En we bieden we als museum bieden we een speurtocht. Die wordt echt heel positief ontvangen door jonge kinderen. We hebben ook om te beginnen een eenvoudige workshop onder leiding van een docent. Dat men dus eigen muziekinstrumentje kan bouwen. En als laatste hebben we ook dat men onder begeleiding van een muziekdocent, dat men kennis mag maken met instrumenten over de hele wereld. Dus vooral kinderen in contact brengen met muziek. En je ziet gewoon, ze vinden het leuk. Ze zijn er niet uit te slepen. Muziek maakt slim. Muziek maakt slim. En dus als kinderen, wat er is gebeurd is dat door de landelijke politiek is een einde gemaakt aan het traditionele muziekonderwijs. Een tiental jaar geleden. En daardoor is muziek uit de klas verdwenen. En dankzij nieuwe initiatieven, dankzij Koningin Maxima, maar ook dankzij ons, gaan wij toch weer kinderen in contact brengen met muziek en muziekinstrumenten. Tot zover de aflevering van deze week. Heb je iets gemist of wil je iets terugkijken? Check dan onze website omroeptilburg.nl. Vergeet ook niet je te abonneren op ons YouTube-kanaal en ons te volgen op social media. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!